ben Kimberly. Ik sta hier op de Taandersplein. En ik loop de stage bij de stichting Uit Jezelf. En ik wil 2 buurtbewoners gaan interviewen. Wie bent u? Ik ben Nila en ik ben een buurtbewoonster. Een buurtbewoonster? Ja. En waar woont u? Ik woon hier aan de Van Meurstraat. U loopt hier vaak langs? Ja, het is een buurt waar je vaak langs moet lopen. Hè? Ja. Dat hoort erbij. Ja, klopt. Je zielig eruit. Ja, dat is te zien. En dat was het zo'n beetje, maar misschien komt het nog goed. Binnenkort zullen we een goede, mooie palmboom hebben dat die een beetje opgefleurd is. Ja. Voor de rest moet je nog even wachten. Tijd gunnen, dat is het een beetje. Ja. Oké, okay. Ja. Dank u wel. Dank u. Hallo meneer, u bent ook een buurtbewoner hier? Ja, ik woon hier aan het plein vanaf 1974. Oké, okay, zo, dat is aardig lang. Ja, zeker. Ik heb hier in 1974 hierboven gewoond. En daarna hier in de straatje. En nu woon ik in de Mattenessenstraat 76B. Oké, okay, en wie bent u? Ik ben Vijay Dihal. En ik voel me betrokken bij de buurt. Omdat, de buurt had een slechte naam. En ze proberen eruit te komen. En zijn met nieuwe initiatieven bezig om de buurtbewoners een beetje dichter bij elkaar te brengen. En dat vind ik een goede zaak. Ja, dat is zeker goed. Ja. En ik had net een andere mevrouw, die had veel te zeggen over de palmbomen. Wat vindt u ervan? Ja, ik was verrast. Ik kwam van vakantie terug en stonden ineens 3 palmbomen. En nou ja, ze hebben een beetje pech gehad, want het voorjaar was een beetje aan de droge kant. En de zomer was weer te nat. En vandaar dat die bladeren een beetje gedroogd zijn. Maar je ziet die nieuwe, die zijn weer fris. Dus het komt allemaal goed als het weer wat regen krijgt. Wat ze wel hadden kunnen doen is af en toe emmertje water gooien. Maar ja, helaas is het niet gebeurd. Ze zijn ook bezig om nog andere planten te planten met de burendag. En ja, het is nog kaal. Ik heb wat zaadjes geregeld. En in het voorjaar ga ik het gewoon strooien en wat erop komt, komt. En dan heb je geen onkruid. Wat mooie bloemen. Oké, okay, nou heel erg bedankt meneer. Oké. Okay.